Hey! Wij hebben in het vijfde leerjaar van natuurkunde een topproject neergezet. In de snelle actiebeelden die je zojuist hebt gezien, hebben wij een sneak peek gegeven van ons epische waterstofkanon. Hier hebben wij een aparte video over gemaakt. Op onze website is deze lange video over dit project te vinden. We waren zo enthousiast over het resultaat van ons natuurkundeproject dat we niet wilden stoppen met ontwikkelen. Na ons succesvolle waterstofkanon zijn we dan ook meteen een nieuwe uitdaging aangegaan. Namelijk het ontwerpen van patronen geladen met waterstof. Hier draait ons profielwerkstuk om. Het op een leuke en innovatieve manier opdoen van kennis over waterstof. We zagen met dit project de kans om een nog nooit eerder gezien idee tot werkelijkheid te brengen. In deze video gaan we precies laten zien hoe wij dit hebben gedaan. Oké, nou heel leuk allemaal dat vorige project. Maar deze video gaat over het profielwerkstuk. Wat houdt ons nieuwe idee nou eigenlijk precies in? Met onze eigen 3D-printer hebben we een heleboel prototypes van kogelhuls geprint. Iedere kogelhuls bevat een klein bouwtje dat dient als kogel. Ons doel was om de kogelhuls vervolgens te vullen met waterstof en om de kogel weg te schieten door de waterstof elektrisch te ontsteken. De 3D-printer heeft heel wat uren gedraaid. Prototype na prototype kwamen uit de printer. We moesten de printer steeds bijstellen en we probeerden steeds nieuwe dingen uit. Na meer dan 50 prints kwamen we eindelijk tot het resultaat waar we nu trots op zijn. Het roze patroon. De gedetailleerde beschrijvingen van alle prototypes zijn uiteraard te lezen op onze website. Voor nu gaan we door naar het testproces. Even snel een aantal voorbeelden van waar wij over na hebben gedacht met betrekking tot de veiligheid. Flashback arrester. Een zelfontworpen flashback arrester zorgt ervoor dat de vlam niet terugschiet naar de waterstofgenerator. Als de vlam namelijk door de uitvoerslang naar binnen gaat, dan explodeert het waterstofreservoir. De flashback arrester zorgt ervoor dat de vlam halverwege werd gestopt, zodat hij niet het reservoir zou bereiken. Koppelsysteem. Door middel van een 3D geprint koppelstukje konden we de slang luchtdicht en dus veilig bevestigen. Het mooie aan dit zelfbedachte hulpmiddel was dat het bestendig was tegen opbouw van druk in de slang. Het draaisysteem dat we hebben ontworpen klemt de slang over de aansluiting. Om het proces dat wij zijn doorlopen en de ware omvang van ons profielwerkstuk goed in kaart te brengen, vertellen we nu in het kort over de ontwikkeling van het patroon en over alle tests met de belangrijkste ups en downs. Het belangrijkste waar wij rekening mee moesten houden was natuurlijk de veiligheid. Waterstof is, zoals de meesten van jullie zullen weten, een licht ontvlambaar gas. Dit betekent dat absolute voorzichtigheid en goed doordachte voorzorgsmaatregelen essentieel zijn. Dit waren slechts twee voorbeelden van wat wij aan hebben gedacht voor onze eigen veiligheid en voor de veiligheid van onze buurt. Er kwam natuurlijk veel meer bij kijken, maar dat laten we even achterwege. Deel van ons idee was om waterstof onder druk in de kogelhuls te krijgen. Dit zou volgens ons moeten zorgen voor een grotere explosie. Om waterstof onder druk te zetten, hadden we een compressor nodig met een inlet en een outlet. Waterstof zou erin gaan en zou er onder druk uitkomen. We hebben hiervoor een koelkastcompressor geregeld. Helaas kwamen we tot het besef dat het extreem onveilig is om waterstof door een compressor te halen. We hebben het compressor idee dus niet toegepast. We gaan nu in op een frustrerend feitje waar we maandenlang over hebben gedacht en geëxperimenteerd. Namelijk de luchtdichtheid van een patroon. De werking van ons patroon is als volgt. We vullen het patroon met waterstof uit onze generator. Het waterstof duwt vervolgens door het drukverschil het kogeltje tegen de ingang van het patroon. Dit sluit het patroon af. Het kogeltje dient dus als een ventiel. In het patroon zitten ijzeren draden waarmee we het waterstof elektrisch ontsteken. Na tientallen getest ideeën is het ons gelukt om het patroon luchtdicht te krijgen en dat brengt ons bij het eindresultaat. We hebben bij de laatste prototype een dun laagje secondenlijm toegevoegd. Dit sloot de kogel uiteindelijk luchtdicht af. Na eindeloos denken, ontwerpen en printen kwam ons ontwikkelingsproces eindelijk tot stilstand. Helaas hebben we een van de moeilijkste problemen van ons werkstuk niet volledig op kunnen lossen, namelijk de luchtdichtheid. Dit kwam door de imperfecties van de 3D-printer. Veel prints bevatten zeer kleine gaatjes die de inhoud van het patroon snel lieten ontsnappen zodra de inhoud onder druk werd gezet. Er is dus nooit een garantie dat een print altijd luchtdicht is. Het is ons na veel proberen wel gelukt om een heel degelijk patroon te ontwerpen die wel luchtdicht was geprint. Natuurlijk hebben we de kogel in het patroon keihard weggeschoten. Dit succesvolle prototype gaf ons een onbeschrijfelijk voldaan gevoel. We hebben nooit eerder patronen gezien met waterstof. Met ons profielwerkstuk hebben we bewezen dat dit nog onbekende wel zeker mogelijk is. In een periode van 6 maanden hebben we een resultaat neergezet waar wij trots op zijn. Al met al een leerzame uitdaging die ons inzicht heeft gegeven op de vele verschillende fases van een ontwikkelingsproces. Wij hopen dat dit profielwerkstuk bij u net zoveel interesse en fascinatie opwekt als dat het bij ons heeft gedaan. Bedankt voor het kijken.
Hey, maar besef wel, hè. Kijk, hier is hij geschoten. Als hij hier zo teruggaast, hier op de grond, dan zit hij nu hierin. 3, 2, 1.